Hallo allemaal, mijn naam is Tobias. En ik ben Bram. Ik ben Vanzelf. En zoals je aan de titel hebt gezien, welkom bij een nieuwe blok. Jullie zagen eerst hier een fontein staan en daar een schapenfarm staan, een van een gaar iets van Carlo. En nu zien jullie een overmuur die Bram had kunnen maken. En een, lijkt een gevangenis. Laten we even kijken wat daar is gedaan, want dit hebben Koen en ik gisteren gemaakt. Pingpong! Goedendag meneer. Wij willen het graag een slaaf kopen, of nee, eentje inleveren, ik heb er hier een. Nee. Mijn slaaf ontsnapt, steek hem in zijn rug. Nee, ik ben bijna level 20 weer, man. Nee, ik ben level 15. Level 20? Yay! Goed, we hebben dus een slaafhandel gebouwd, zoals jullie zien. Hier hebben we een slaafquarium. Of het slavinarium. Als ja, dolfinarium. Het is crematorium. Ja, we hebben in seizoen 1 hadden Koen en ik een slavenhandel gebouwd. Dus nu hebben we er weer een gebouwd. En hier mag Bram dan heen. Dit is een plek voor de slaven. We hebben uitgerekend dat elk blokje, elke vierkante meter is ongeveer goed voor 80 slaven. Dus we hebben uitgerekend 80 slaven per vierkante meter. Past hier ongeveer, mag je komen. Passen er ongeveer 30.000 vierkante slaven in. Wat is dit? 30.000 slaven. Dat je in kan martelen, weet je wat? Die kop onder water. Nee, dit is het bad, zeg maar. Daar kunnen ze in badderen. En dan kunnen de klanten hier beneden gaan badderen. Badder! Badder! Kunnen de klanten... Hé, hey, dat vind ik wel een leuke slaaf. Ik koop die. Die garen met die gele schoenen. En dan kopen ze Bram. En ja, dat is dus een slaaf handel. Ik heb nog een ijzeren zwaard van je. Even serieus. Wie wil Bram nou echt ooit kopen? Iemand die een horrorfilm bouwt? Godzilla! En de ovenbuur, die hadden we nodig. Maar ja, we hebben dus een slavenhandel 2.0 gebouwd. The Return of the Slavenhandel. En we hebben nog. Het leek ons een beetje leeg, dus we hebben nog wat anders gebouwd. Ja, zullen we dat onder de galg bouwen of zullen we gewoon een nieuwe ingang bouwen? Want we willen een ondergrondse comedyclub gaan bouwen. En we hadden eerst als motto van: je lacht je dood! En dan zat de ingang hierin. Dus dan heb je galg dood, je lacht je dood. Stil met gamma. Maar ik zit te denken, misschien kunnen we ook gewoon een grot bouwen. Dan ziet het er iets voller uit. Want nu ziet het er zeg maar heel leeg uit. Maar als we een grot bouwen, of ik bedoel echt een soort grot als ingang, dan hebben we iets meer opvulling, ja? Jak nou alle zeldzaamste dingetjes weg. Zie je al die grasperkjes en daar wil je dan iets gaan bouwen? Hoe bedoel je? Grasperkjes, weet je hoe zeldzaam die zijn? Dat moet je allemaal weghakken als je grot gaat bouwen. Grasperkjes zijn alleen zeldzaam in Habbo opgaan. Ik heb nooit Habbo gespeeld. Hoe werkt dit? Iedereen weet dat grasmerkjes zeldzaam zijn. Nu hoef je Habbo niet voor te spelen. Waarom weet ik dat niet? Waarom houden jullie dat geheim? Weet je dat niet? Waarom houden jullie dat geheim? Ik heb vroeger heel veel Habbo gespeeld. Gun mij ook Habbo grappen. Habbo. Ik was nou zelf net een paar meubies toen het heette. Ken je meubies? Stoelen dans. Ja. Scam. Oh. Ik weet wel dat je iedereen altijd Wobba zei. De Bobba, ja. Powder Bobba. Bobba. En nou, uiteindelijk werd dat verbannen en dan mocht je alleen maar Wobba zeggen. Dan zei iedereen Wobba. Maar je kon het uitzetten. Oh. Geen idee, ik heb het nooit gespeeld. Hallo Joshua. Hoi. Goedemiddag. Goedemiddag. Wow, mijn luister het raar. Oké, ik dacht als we nou hier een grot gaan bouwen zo. Kijk, zo. Zoiets, alleen dan mooier. En kijk, dan... Kijk, heel mooi met deze stenen, weet je wel. Dit hout, zo'n... Hé, hey, ophoeren. Ik bedoel, op weg. Op bobbouwen. Mijn muis doet raar. Ik kan toch alle stenen tillen, ik ben de slaaf. Oh ja, kijk, en dan heb je zo zeg maar een ingang in de ondergrondse comedy club. Wat denken jullie van dat idee? Nice. Oké, nou, succes, bouwen. Dan ga ik even mijn muis uit mijn computer trekken. En opnieuw insteken. Ik heb geen cobblestone. Zo, en dan als het goed is, zou hij het weer normaal moeten doen. Pak je cobblestone. Hier, in die kist zit cobblestone, Bram. Deze, hier. Mijn intel. Niks. En, ooit zal mijn wraak zoek zijn. Dat kan niet. Hoeveel suiker heb je? Ik hou meer van bitter. Ja. Bitter klinkt bittere Waarom wraak. Waarom zijn bitterkoekjes niet bitter? Bitterkoekjes zijn Waarom bitter. Stel je nou van die onmogelijke vragen? Stel normale vragen, waarom staat jodenkoek er zitten geen bitterkruiden in. Ja, waarom zit een jodenkoek er geen echte joden?
Waarom moeten ze van die Chinese joden gebruiken? Dat past niet. Waarom moeten ze van die nepjoden, van die Chinese joden gebruiken? Past wel eraan, gewoon proppen. Gaan we nou gemeen doen? Hey Funzo. Ja, dat merk ik al wel weer. Denk maar eens na over babymelk dan. Babyolie. Babyolie, ha, in de blender met jullie. Bah, heeft iemand gravel? Gravel, the next level. Of smoothzone. Zo, mooi, opgelost. Gravel, the next level. Hoeveel wil je de ingang maken dan? Ja, ik denk naar beneden, gewoon dieper. Dat is een C-set. Get down, get to that chopper. Get to that chopper. Waarom zegt iedereen dat altijd? Dat is leuk. Dat is toch van zo'n Terminator film, zo, dacht ik? Ja, van Arnold Schwarzenegger. Ja. Van mij van Predator, dacht ik. Dat is zo iemand die te beroemd is geworden. Vanwege zijn zin. Nee, hij is beroemd geworden omdat hij één, eerst een bodybuilder was. De grootste van de wereld zo'n beetje. Daarna was hij een acteur. Ook één van de grootste van de wereld. En nu is hij de governor of, wat is het, California of zo, toch? Hij is in elk geval de soort koning van, nee, niet de koning is niet het goede woord. Hij is in elk geval de burgemeester van een staat in Amerika nu. Weet je wat het grappigste vindt aan Hans van Nekken? Iedereen denkt dat hij Duits is. Is hij dat niet dan? Hij is Zwitserland. Ja. Hij was toch Duits? Nee, hij komt uit Zwitserland. Ik weet niet, ik heb... Kijk, ze spreken er wel Duits in Zwitserland zo, maar... Ik heb een keer een documentaire over hem gezien en dat... Hij zat toen in het leger bij een tank iets en daar ging hij trainen als bodybuilder. En toen werd hij bodybuilder en toen werd hij acteur en toen werd hij dit en toen dat. Interessant leven heeft die jongen gehad. Ja, hij heeft het wel goed voor elkaar. Jochie. Waarom gaat het nou over... Laten we het nu over Sylvester Stallone hebben met zijn kop. Met de stem die je nooit verstaat. Dat is ook een boxer, toch? Hij was van Rocky. Ja. En van de Expendables, samen met Schwarzenegger. Dat zijn de Expendables, toch? Oh ja, hier is mijn mijn. Bram, kun je... Ik heb een eind... Bram, aan het einde van de mijn heb ik een kist staan met cobblestone. Kun je die verhalen? Ja, hoe moet ik die hier ooit vinden? Hoi! Nee, wacht, dit is niet mijn mijn. Hoi. Hoi. Dit is niet mijn mijn. Ik zoek even mijn mijn. Mijn... Jan? Bram, kun je even mijn... Nee, ik heb gewoon één rechte gang. En aan het einde staat de kist met cobblestone. Kun je die even halen? Bram? Ik zie hem niet. Maar ja, kom, laat ik even zien waar die staat. Heb je een leeg inventory? Ja. Oké. Okay. Ja, zeker weten. De hele kist, de dubbele kist helemaal vol, hè? Ik hoef niet zo... We hebben niet zoveel cobblestone nodig. Ja, maar dan neem je wat mee. Dan hebben we het in elk geval hier. Hier onder die pijl, Bram. Bram. Ja, ja, maar die staat op creeper. Een doodje die. Okay, ben wacht. Je al wel eens geweest? Ben je al wel eens verdwaald? Weet je waar mijn mijn is dan? En niet hier, hier zo. Kom dan. Hier, hier, naar beneden. En dan deze hier. Nee, ja die. Deze hier, aan het eind van de tunnel heb je dan een kist met cobblestone. Ja, die staat er niet, hè? Echt wel, wedden? Zullen we wedden? Ja, mijn voet is negen. Zullen we wedden voor een stekvoet? Ja, dan pakken we gewoon uit die kist die er staat. Er zit helemaal geen stekvoet meer in. Ik heb al nog genoeg voedsel voor jullie. Ik heb genoeg kip. Kip, dat meest veelzijdige stukje vlees. Kip. Ik heb genoeg KFC. Nom nom nom. Nom nom nom. Zeg niet dat ik ook nog de bocht om moet. Welke bocht? Een bocht. Een S-bocht. Nee, het is gewoon een redelijk recht... ja, het is eigenlijk gewoon recht. Je hebt één keer dat je een één keer opzij gaat, dus wanneer zeg maar. Toort jij deze dingen? Sinds Jesse mij heeft gevonden in zo'n tunnel. Dat doe ik normaal nooit, maar Jesse heeft het alles verlicht. En later kom je redstone toortjes tegen en daar heb ik gebouwd. Ik denk wel dat als we eenmaal beneden zijn, dat het iets chiquer moet. Heel leuk. Oh, dan maken we dit gewoon een spreekzaal. Dan kan ik ook toespraken houden als ik de vuurder word. Ja. We moeten eigenlijk banners hebben met een vlag. Met een vlag. Een vlag. En wat voor vlag had jij in gedachten? Hint. Een hele mooie. Eentje met een bepaald kruis erop zeker. Rode vlag, een wit stip erop en misschien een zwart kruis of zo. Ja, en een Jezus kruis of zo. Ja, zoiets. Zo. Ja, hoe lang is deze gang, man? Holy shit. Aan het einde staat een mooie kist. Ja, hoe lang ren jij zo snel?
sprinten en dan telkens springen. Gewoon achter elkaar springen. Je kan toch ook gewoon spatiebalk ingedrukt houden? Nee, dan ga je langzamer dan telkens springen. Ik hoor zo'n geit echt. Nee, ik hoor een geit echt. Zo'n soort dode zombie is. Are you fucking kidding me? Wat? Laat hij geen kist. Ben je aan het einde dan? Nee. Oh, nou dan. Ik ben aan het einde, ja. Staat hij zeker geen kist. Dat is zeker geen kist. Punto, één taak hebben wij. Ja, scheep, we pakken hem. Ik heb ook één taak, verdwijn! Ik kan niet rennen. Maar Funzel, jij moest ook niet mee, het was alleen een taak voor Bram om hem bezig te houden. Ik heb zelf ook kabel nodig. We hebben nog genoeg kobbel gewoon. Oh, Bram neemt... Oh, hoi Bram. Ik kan niet rennen, weet je hoe kut... Oh, mijn hunger is op. Dus, als jullie moeten wel even tellen hoe lang het was. Oh ja, wacht, de kist stond achter één blokje. Die had ik begraven, moet jullie even teruglopen. Waar? Nee joh, er stond geen kist. Nee, ik heb een kist gevonden. Oh, nee. Allemaal diamonds. Er staat Tobias Slayer Armor. Tobias Slayer Armor, wie zou dat nou willen maken? Ik hè? Ik. Ja. ik hè. Als je die normaal in je kist hebt, is hij gelijk weg. Ik snap dat hij hem hier neerlegt. Maar Junger gaat er snel af. Dat is waar. Ja, jullie hebben ook een best wel stukje in de voeten zitten, denk ik. In de benen. Je meent krijg je niet fitness van in Minecraft of zo dat je hunger gewoon onsterfelijk wordt en het nooit meer afgaat? Stamina of zo dat je langer kunt rennen. Ja, precies. Moet eigenlijk toevoegen. Iets te veel GTA gespeeld. Iets te veel GTA gespeeld. Ik zie ook echt over de straat lopen iemand uit de auto trekken en wegrijden. Oh, iets te veel GTA gespeeld, sorry. Nee, dan moet ik hem ook in een boom rijden. Er komt wel een race. Hé, ik kan best goed rijden. Wat komt er? Er komt wel een race minigame op Hypixel met auto's. Serieus? Ja, serieus. In Minecraft? Dat gaat nooit werken. Nee, dat wordt buggy as fuck, jongen. Ja, dat wordt buggy as fuck. Nee, dat wordt niks. Racen in Minecraft auto mods werkt nooit. Nee, dat wordt net zoiets als met die paarden. Iedereen schiet alle kanten op. Het lijkt echt op raceauto's, man. Ja, maar het wordt zeker zo buggy als wat, denk ik. Ik bedoel, de raceauto's wil ik best geloven. Gewoon een custom texture pack en zo. Ja. Maar ik denk dat het rijden echt buggy wordt. Ja, ik denk ook wel. Nee, de Minecraft is daar gewoon niet voor gemaakt. Hypixel maakt het ervoor, maar Minecraft is er niet voor gemaakt. Ik zat te denken aan hier een soort ontvangsthal. Maar dan wil ik wel met golfkarretjes racen. Jee, golfkarretjes. Ik zat te denken aan een soort ontvangsthal. Volgen jullie mij nog? Ja. Nee. En dan ga je daarna naar beneden. En daar heb je dan meer. En daar heb je dan zeg maar de tribune zelf. Of het schouwspel. Ik hoor iemand vlakbij. Auw, stop, ik ben level 15, stop! Nee, godverdomme! Het vangst al in je rug. Dat zie koeien. Het vangst al in je rug. Sterf. Wat een machtsmisbruik. Mag ik mijn spullen terug? Ligt er nog gewoon. Normaal. Domme. Was dat het waard? Ja. Tobias was ja! Ja, dat was het waard! Nee, hij deed het niet! Nee, niet weer! Nee, ik heb gewoon... Oké, stop! Disconnect! Waar staat hij? We blokken hem in! Volgens mij heb je zich in de maand een paar haartjes. Waar staat hij? Ik denk iets van 3 of zo. Je stond hier ergens. Maar goed, dit was het voor vandaag. Bedankt voor het kijken allemaal en hopelijk tot de volgende keer.